Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag uitleggen waarop je kan letten op het moment dat je een tweedehands e-bike, elektrische fiets, zou willen gaan kopen. Ik heb eigenlijk ook meteen een vraag, namelijk zou jij overwegen om een tweedehands e-bike aan te schaffen? En ik wil eigenlijk meteen van de gelegenheid gebruik maken om al onze leden te bedanken voor hun lidmaatschap bovenop hun abonneeschap. Ja, een e-bike, er komen er natuurlijk steeds meer tweedehands op de markt. Die worden op allerlei manieren aangeboden via fietsenwinkels, maar ook marktplaats of van de buurman. En ik merk dat veel mensen het toch altijd een klein beetje spannend vinden, zo'n tweedehands e-bike. Want ja, hoe goed is de accu nog en noem allemaal maar op. En daarom maak ik graag deze video om jullie daar wat in te helpen. Een e-bike, die heeft een accu en een motor. En dat zijn de twee best wel kostbare componenten om te vervangen. Dus het is heel fijn als die bij je tweedehands e-bike nog goed op orde zijn. Hoe kan je dat nou testen? Nou, de accu, die kun je natuurlijk laten testen bij een fietsenwinkel die daarvoor testapparatuur heeft. Maar er zijn best ook wel wat methodes om daar zelf wat indruk van te krijgen hoe goed die is. Daarvoor raad ik je aan om te gaan proefrijden met die fiets. En dan bij voorkeur met een accu die nog maar 20-30% geladen is. Dus niet helemaal vol. En geef hem dan eens eventjes flink op z'n donder. Dus zet de fiets in de hoogste ondersteuning. Zoek even een klimmetje zeg maar op, bijvoorbeeld een viaduct of een berg of wat ook maar die je op kan rijden. En ga daar eens vol vermogen naar boven. Als die accu dat volhoudt, dan weet je dat die, laten we zeggen, nog heel goed een piekbelasting aan kan. Vaak zie je dat een accu die echt zeg maar op zijn eind loopt, dat die dat soort piekbelastingen niet aan kan en dat de fiets eigenlijk gelijk uitspringt. Ondanks dat de accu nog 20-30% geladen was. Dus piekbelasten, is een goed idee. En andersom, en dat maakt het niet zo heel veel uit hoe vol de accu precies zit. Maar ga gewoon eens een ritje maken van 5 kilometer met de ondersteuning die jij bij die fiets prettig vindt. Dan kijk je hoeveel procent er uit de accu is gereden op die 5 kilometer. En dan krijg je met een kleine rekensom heel snel een verwachte actieradius. Twee manieren dus om op een vrij simpele methode te kunnen kijken hoe de staat van de accu is. Los daarvan denk ik dat het een goed idee is om gewoon te kijken naar een e-bike met een systeem zeg maar, wat bekend is. Ik moet zeggen dat wij met Bosch bijna opvallend goede ervaringen hebben. Hè? Accu's behoorlijk op leeftijd die nog goed zijn, maar Bosch is zeker niet de enige. Er zijn ook andere merken, maar probeer je wel te beperken tot die beter bekendstaande merken. Wat de motor betreft, die slijten. En die slijten natuurlijk afhankelijk van de manier waarop of dat die gebruikt is. Een e-bike die altijd in eco door de stad rijdt, heeft veel minder belasting op de motor gehad dan een e-bike die meegaat de berg in. Het probleem is, het staat niet op die fiets, dus je weet het niet. Onze ervaring leert dat elke middenmotor wel zo min of meer 25.000 kilometer haalt. We zien ze rijden met 35, 40, die opvallend mooi nog lopen. Maar andersom zien we ze ook wel eens incidenteel kapot zijn eerder dan die 25.000 kilometer. En als we dan goed gaan kijken, blijkt vaak dat ze wat zwaarder belast worden. Dus veel in turbo of in de bergen, als een motor echt moet werken, dan slijt hij gewoon harder. Dus kijk eens naar die kilometers. Word nou niet meteen zenuwachtig van een e-bike die misschien al 18.000 kilometer heeft gereden. Want als je zelf maar 1.000 kilometer rijdt per jaar, dan doe je nog steeds 7, 8 jaar over die 25.000 kilometer stand bereiken. En ik weet niet wat je precies verwacht van een tweedehands e-bike. Maar ik denk als je daar nog 7, 8 jaar mee kan fietsen, dat dat best wel oké is. Dus kijk naar de kilometerstand versus jouw eigen gebruik. Wat misschien ook nog wel handig is, is dat je goed kijkt naar de fietsenwinkel bij jou in de buurt. Met welke systemen die werkt
En of die in staat is om storingen binnen die techniek van die tweedehands e-bike die jij zou willen aanschaffen, goed, goed op te kunnen lossen. He, dus koop niet zomaar een willekeurige techniek, zo van die monteur die kan dat wel. Kijk even waar ze veel ervaring mee hebben. En kijk ook eens in hoeverre het goed mogelijkheden zijn om de accu die in dat systeem zit, om die nog te kopen. He, in een gereviseerde versie of in een B-merk kwaliteit of alleen origineel. Nou, wat je maar belangrijk vindt, maar doe even vooronderzoek. Dat e-bike gedeelte, althans die belangrijkste componenten daar gelaten, denk ik dat het ook goed is om even te kijken naar displays en naar bedieningsunits. Probeer alle knoppen even goed uit. Soms zien we toch dat de knoppen wat haperen. Dat is op zich niet zo erg, vaak zijn die componenten wel makkelijk te vervangen, maar het kost toch snel weer tussen de 50 en de 150 euro om even een display of een bedieningsunit te vervangen. Dus hou er dan rekening mee. Dus test het goed of dat werkt. Daarnaast is een e-bike natuurlijk ook gewoon een fiets. En heel veel e-bikes uit het verleden hebben velgremmen. Vaak hydraulische velgremmen. En dat betekent dat de remblokjes slijten. Dat is op zich niet zo erg, die kan je vervangen, maar ook de velgen slijten. En dat kan je voelen. De zijkanten van de velg, die zijn bij nieuw zijn die recht. En naarmate ze meer gesleten zijn, worden ze als het ware steeds meer uitgehold. Dus als je je vinger langs de velg haalt en je voelt duidelijk dat die is uitgehold, Dan weet je dat het eraan zit te komen dat de velgen vervangen moeten gaan worden. Ook dat is niet zo erg, maar het is een kostenpost waar je gewoon even rekening mee kan houden. Voor versnellingsnaven geldt, moet goed afgesteld staan. Als jij een e-bike koopt en die naaf is niet goed afgesteld, je kan een filmpje van mij online vinden, een 7 of 8 versnellingsnaaf van Nexus afstellen. Daar kan je zien of die goed is afgesteld. Stel je gaat bij mensen kijken thuis en via Marktplaats zeg maar en je krijgt te maken met een fiets waarbij je al meteen ziet dat de versnelling niet goed staat afgesteld, dan weet je daar is de afgelopen maanden of misschien wel jaren met een slecht afgestelde naaf gereden en dan krijgt hij behoorlijk op zijn kop, dus dat is geen goed teken. Ja, nou ja, laten we zo zeggen, de normale dingetjes, hè? Dus bandenslijtage is belangrijk om eventjes na te kijken. Kijk ook even naar de remmen, remt het nog goed of voelt het nog stevig? Zit er niet te veel speling op de remgrepen? Zit er gewoon een goede remdruk nog op? Dat soort dingetjes, dus gewoon even het algemene functioneren van de fiets. Dat is natuurlijk ook prettig. En let vooral ook op de maat. He, dus op het moment dat je op een fiets kan zitten, terwijl het zadel niet zoals hier, maar dan helemaal onderin staat afgesteld. En dat is de manier waarop je erop kan, dan is een fiets eigenlijk te groot. Andersom ook moet het zadel ontzettend verder uit, is hij te klein. Ik hanteer zelf altijd de regel dat, als de vering in zit, dan heb je dat stukje vering. En dan dat daaronder, laten we zeggen 2 tot 3 vingers ongeveer aan ruimte zit, wil ik lekker goed op de fiets zitten. Is dat veel minder of veel meer? Overweeg dan gewoon een e-bike te zoeken in een andere maat die beter bij jou past. Ik denk wel dat ik de belangrijkste dingen heb verteld. In ieder geval de dingen die gaan voorkomen dat je misschien tegen hele hoge kosten aanloopt. Misschien als laatste tip nog, ga tijdens die proefrit die je maakt kijken, piepjes, kraakjes. Piepjes en kraakjes betekent vaak de dingen wat loszitten. En dat is, om dat te vinden, zeg maar, waar dat in zit, is vaak best wel arbeidsintensief. Kan ook nog wel een kostenpost met zich meebrengen. Dus test dat ook nog eens. Nou ja, nogmaals, ik denk dat ik de meeste dingen verteld heb. In ieder geval de dingen die veel kosten gaan besparen. Ik ben nogmaals erg nieuwsgierig. Zou jij bij de aankoop van een e-bike overwegen om een tweedehands te kopen? En ik wil nog een keer weer opnieuw al onze leden bedanken voor hun lidmaatschap.